Voordat ik dit boek begon te schrijven, heb ik bij de gemeente Amsterdam gewerkt, bij de afdeling armoedebestrijding. Hoe was het om vandaag in Almelo te zijn? Ik ben al eerder in Almelo geweest. En ik vind het heel leuk, leuke bibliotheek, actieve mensen. En het was een wonderlijke middag. Want het ging misschien niet zozeer over de literatuur, maar wel over een heel groot maatschappelijk probleem. Armoede. En boekenweek, liefde, maar naast de liefde is ook een onderdeel. Dus we hebben heel veel gesproken. Weten we eigenlijk wel wat er om ons heen gebeurt? En hoe lossen we het op? We kunnen het niet oplossen, maar bewustzijn van een beetje meer medemenselijkheid kan nooit kwaad. Juist, en ja, dan komt dat hier samen met het boek van Mirjam Pohl heel mooi bij elkaar. Ja. En dan ga je denken van hoe kunnen we het oplossen? Ja, en inderdaad, het valt niet op te lossen. We kunnen het niet oplossen. We kunnen niet als Atlas de hele wereldbol op onze schouders tillen. Het enige wat je kan doen is een beetje humaan zijn. En in de spiegel kijken. Wat doe ik zelf? Probeer 5 keer aardig per dag te doen. Wees je er bewust van als je boodschappen doet, dat je ook boodschappen doet met, naast mensen met een andere portemonnee. En het gaat niet om het goed doen en om iemand wat toe te stoppen. Maar wel dat je moet weten dat we in een wereld leven waar de kloof steeds groter wordt tussen rijk en arm. Tussen geïnformeerd en niet geïnformeerd. En dat dat ook onze behagelijke situatie van de mensen die wel rondkomen van hun geld ondermijnt. Als we het niet eerlijk delen, dan valt de samenleving uit elkaar en dan wordt de ellende alleen maar groter. Het klinkt erg domineesachtig, maar het is zondag, het is Palmzondag, dus dan mag het even. Dat jouw boek doet, verstaat, geeft, is met zoveel talent geschreven dat het de lezer wel doet verplaatsen. Hoe vond je deze vanmiddag verlopen? Ja, ik vond het een hele goede, gemoedelijke middag met een goed gesprek. En heel veel, hele goede aandacht vanuit de zaal. En ik vond het natuurlijk ook heel eervol dat Adriaan van Dis zo ontzettend positief was over mijn boek. Dat was wel een groot cadeau. Ja, want in jouw boek, dat gaat heel erg over Almelo. En daar schuw je niet om ook echt dingen direct te benoemen, hè? Het is non-fictie, dus ik beschrijf hoe het is. En als dingen niet zo rooskleurig zijn, dan moet je dat ook durven benoemen. En dat gaat zowel over de sociale problematiek als over beleid dat gevoerd wordt. Maar bijvoorbeeld ook over het gedrag van deurwaarders. Het boek is wel van 2007, hè, dat moet ik erbij zeggen. Sommige dingen zijn misschien wel beter geworden inmiddels. Andere dingen misschien ook weer slechter. Als ik de kans krijg, dan zal ik daar ook wel weer eens een update van geven. Ja, want ondertussen ben je alweer met een ander boek bezig. Ja, dat boek gaat Leefgeld heten. Ik ben eigenlijk een hele tijd niet zo heel erg met het onderwerp armoede bezig geweest. Alledaagse schuld is al 15 jaar oud. Maar op een gegeven moment begon het toch weer te kriebelen. Kwam het weer een beetje op mijn pad, zeg maar. En er is inmiddels ook wel veel veranderd. En dat zie je bijvoorbeeld in Almelo aan dat er nu een hele grote voedselbank is. Toen ik Alledaagse schuld schreef, bestond die nog niet. Of toen was hij net in oprichting. En er zijn ook een heleboel andere particuliere liefdadigheidsprojecten. En dat vind ik heel erg intrigerend. Hoe er echt vanuit verschillende plekken in de stad, verschillende groepen mensen, de drive is om minder bedeelde mensen te helpen. Dat vind ik heel intrigerend. Dus daar gaat het boek over. Maar het gaat ook over mensen die in armoede leven. Maar het gaat wel over een andere categorie mensen dan Alledaagse schuld. Overmars, meteen Kamervraag. Maar er zijn hele belangrijke boeken, soms romans, maar soms ook non-fictie, die de wereld groter maken. Hoe vond u vanmiddag de lezing van die hier vanmiddag was met Adriaan van Dis en Mirjam Pohl en Theo Hackert? Ja, ik vond het eigenlijk wel heel erg indrukwekkend. Ik vond het ook wel een heel fijn gesprek. En ook hoe beide schrijvers bij elkaar kwamen. Dat was ook eigenlijk wel heel goed.